de kapper geweest, zoals je kan zien. Oeh, ja. Mijn lange haren zijn er vanaf. Of nee, lang haar. Ik had haar tot met hier natuurlijk. Dus het was niet zo lang als de vorige keer. Dat ik een keer de schaar erin zette. But I did it. Oeh, spullet. Gisteren is het... eergisteren deze video online komt. Nee, ik weet eigenlijk niet wanneer deze online komt. Afgelopen woensdag ben ik naar de kapper geweest. En op het moment dat ik deze video opneem is het dus echt nog geen 24 uur daarna. En ik wilde het graag wat korter. Ik wilde het graag wat pittiger en wat vrouwelijker. En misschien ook wat ouder. Want ik vind mijn lange haren prachtig. Dat vind ik gewoon. Ik vind mijn lange haren gewoon mooi. Ik denk dat je dat dan van jezelf best wel een keertje mag zeggen. Alleen, ik vond het ook wel een beetje saai. En ik deed het dan los of in krul of in een staart. En je kon er wel wat mee. Maar voor mij was het dat. En weet je, zoiets staat enorm pittig. En ik dacht, ja, super tof. Het maakt me ook wel wat strenger wellicht. En het maakt me ook wel wat ouder en minder lief. Dat kan me voorstellen, maar dat vind ik niet zo heel erg. Ik hou wel juist dat ik er wat pittiger uitzie. Past wel een beetje bij mijn karakter, denk ik dan. Maar ik ben nog steeds lief tegen jullie, hoor. Maar ik ben dus naar Kinky Kappers geweest in Zwolle. En dat is mijn favoriete kapsalon. Dat is echt de concurrent van Cynthia, dus dat vind ik echt wel hilarisch. Maar je hebt soms gewoon je favoriete salon. Voor mij is dat 100% Kinky Kappers. Ik ben geholpen door Inga, dat is een hele toffe meid. En zij heeft mijn haar in de vlecht gedaan en het zo goed afgeknipt. En die vlecht die heb ik gedoneerd. Dat vond ik heel belangrijk om te kunnen doen. Dus 30 centimeter haar gaat hopelijk naar een ander meisje die er heel erg blij van kan worden. Dat vond ik wel gewoon belangrijk. En toen heeft ze het daarna helemaal perfect geknipt. En toen zijn er enorm veel highlights ingegaan. Je ziet hier twee verschillende kleuren highlights plus mijn eigen haar. En dus in de helft van mijn haar dan pakken ze zo'n pluk. En dan gaan ze dat met zo'n pinnetje, pakken ze dan weer de helft. En dat verven ze dan in een highlight kleur. En dat is in de helft van mijn haren gebeurd. Dus de ene helft is niet geverfd. In de andere helft zitten twee verschillende highlights. En ik had natuurlijk al heel veel verschillende kleuren van mezelf. Dus het is één bonk verschillende kleurtjes. En dat vind ik zelf heel mooi. Maar overal ziet het er nu een stuk blonder uit. Ik moet heel erg wennen zelf aan de kleur. Hoewel ik het wel echt prachtig vind. Maar het is wel echt ineens iets heel anders. Ik hoop dat het op camera een beetje goed te zien is. Want het is echt, ik geef bijna licht, zo blond ben ik. Maar over 2 weken dan is de eerste felheid er wel van af. En dat vind ik zelf het mooist. Als het net even iets meer natuurlijker oogt. Want je ziet dan nu nog best wel goed de streepjes. Maar ja, over een tijdje is dat wel weg. Ja, ik denk dat sommige mensen nu wel zullen zeggen, zonde van je haar. Nou ja, sorry, maar wat ik zonde vind is droog brood eten en boter aan je kont smeren. Dat is een Zeeuws gezegde. Ik vind dat niet zonde. Haar is haar, jongens. Haar groeit aan. En zeker dat voor mij, want ik begon met bloggen in februari 2013. Toen was mijn haar ook zo lang. En toen ik het liet knippen was het ongeveer hier, dus 30 centimeter langer. Dus in 1,5 jaar heb ik weer lang haar. Dus ik het zou weer lang zou willen laten groeien. En ik heb iemand blij kunnen maken met mijn haren. Ja, en ik vind dit zo pittig staan en gewoon heel erg leuk. En ja, het maakt me wat ouder ook en het maakt me wat serieuzer. En ik vind dat ook wel heel erg tof. Ik ben nu wel iets meer tijd kwijt om mijn haren te doen. Normaal deed ik gewoon echt mijn hoofd voorover en dan gewoon de föhn erop en weer terug. En dan gewoon de kam en dat was klaar. Dat was echt nog geen 2 minuten werk. En nu moet ik natuurlijk het een beetje boller föhnen. En een beetje met de steltang, zodat alles in een goede lijn zit. Maar ik heb natuurlijk heel stel haar van mezelf, dus het is gelukkig niet zoveel moeite. En ik vind echt dat ze het heel tof heeft geknipt. Dat ik zo even naar de achterkant ga. De achterkant is natuurlijk wat korter. En ze heeft het precies op een lijn geknipt dat het dus niet zo gaat staan. In plaats van zo. Want dat vind ik echt heel irritant. En ze heeft er een beetje wat langer aan de voorkant en wat korter van achter. Zodat het het mooiste staat. Ik wilde dat mijn haar achter mijn oren komt. En ik wilde dat mijn haar een staartje kon. Dus ik het echt even zat was. Zo'n echt zo'n klein fluppy staartje. En dat kan beide. Dus ze heeft echt nou perfectie geleverd vind ik zelf. Ik ben er heel blij mee. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Wellicht vind je het niet mooi. Dat kan. Wees dan wel gewoon lief in de woordkeuze die je gebruikt om me dat te vertellen. Je hoeft niet alles mooi te vinden. Dit mag je, hoef je ook niet mooi te vinden. Maar dan vraag ik wel een beetje om een nette comment. En ga niet heel naar of zo lopen doen. Want weet je, het is wel mijn haar. Het is mijn beslissing. En ik ben er heel blij mee. En dat is het allerbelangrijkste. De komende paar video's zal ik nog lang haar hebben. Mijn oprechte excuses daarvoor. Maar ik heb natuurlijk vooruitgewerkt voor de vakantie. En daar kan ik gewoon niets aan doen. En het zijn ook geen video's die ik opnieuw op kan nemen. En vanwege het materiaal en vanwege de tijd.
Dus bear with me. Ik heb heel veel zorg in die video's gestoken. Ik hoop dus ook dat dat me niet kwalijk wordt genomen. Het kan zijn dat je hem af en toe weer ziet met de kortkapsel en dan weer lang. Want er komen natuurlijk sommige andere, zoals de Beautybox unboxing. Dat komt gewoon tussendoor. Maar vanaf eind juli zal je me constant zien met dit kapsel. Ik hoop dat je het leuk vindt. En heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.